This is a geothermal drilling machine, and here we intend to drill just over 2 kilometers deep, where it's around 80 degrees Celsius. And then we can extract hot water, extract that thermal energy for heating, so heating the campus, heating outside the campus, and then inject back the cooled down water, both into the subsurface, and that provides us energy that is low carbon. So it's water that's highly saline. So it's hot, it has things in it, so salts, it also has some dissolved gas in it. So all those things must be dealt with carefully. What we don't want to do is take the thermal energy out, take the heat out, and dispose of that water to surface. So it's quite important to make sure that we put that back into the reservoir. We don't want that contaminating surface water. What that also does is means that we're not taking fluids out permanently from the subsurface. So we don't get problems such as subsidence and things that could have from extracting fluids from the subsurface. Yeah, so the gas that comes out, what we will do here, so we'll clean up that gas, we'll turn it into the same gas standard as on the gas grid now, and we'll inject it into the gas grid. So it won't be used as part of the heating system here. It will be taken and injected into the gas grid, effectively displacing imported gas that we otherwise use. Yes, yeah, some of the big unknowns are about the longevity and how much energy we can get out in a good way. So what happens is you take out hot water, inject cold water, and that water moves towards the hot well. And the subsurface has lots of variability. The reservoir that we're actually targeting was created through river channels that have developed over millions of years. And what that means is that it's highly heterogeneous. So that means the water flow and therefore the hot, the temperature, the cold, moves in an unpredictable way. And what we want to do is really try to constrain how that works such that we can know exactly the lifetime of the project, know exactly the temperatures, and know if we can put more projects in the same area, making it more efficient. We think all of our simulations would say it's at least 15 years, but it could be as long as 50 years. And so this, how this fluid moves in its slightly unpredictable way is one of the key research questions. Ja, nou 80 graden dat komt ook met een groot debiet. 360 kuub per uur kunnen wij produceren is de verwachting. En daarmee gaan we dus de TU Campus voor een heel groot deel verwarmen. En ook de wijken Voorhof en Buitenhof. Dat is het Open Warmtenet Delft. En daar zijn 4 woningcorporaties bij betrokken. En net verder als netbeheerder. Dat traject is nog volop in ontwikkeling. En dat, de verwachting is dat over 2 jaar, dus de tweede helft van 2025, dat dan ook die wijken kunnen worden aangesloten. En dat kan allemaal op deze ene geothermische bron. Wij zeggen altijd zo tussen de 10.000 en 15.000 woningen zouden we kunnen aansluiten op een dergelijke bron. Zijn er ook al concrete afspraken met de woningcorporaties? Liggen er al contracten onder over de warmteafname? Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Dus we zijn met alle ketenpartners volop in gesprek om daar afspraken over te maken. Dit is dan het eerste deel, dus er komt nog een hele keten achteraan. De boringen, dan heb je het over toch al enkele tientallen miljoenen. Dus dat, en bij de geothermiebron wordt ook nog een bovengrondse installatie die wij in het naastgelegen gebouw hier gaan plaatsen. Dus daar komt nog een vervolginvestering achteraan. Dus dit is nog niet de complete investering van de geothermiebron. En zeker niet van, van de hele keten in Delft. Dat water moet ook eindelijk naar de burgers toe. Want dat zijn ook allemaal pijpleidingen. Hoeveel geld gaat daarin zitten? Ja, dat is natuurlijk niet echt aan mij. Maar dat zijn ook dat zijn tientallen miljoenen euro's. En ook de woningbouwcorporaties die moeten flink investeren in hun woningen, in hun gebouwen. Het zijn veelal, ook in Delft-Zuid zijn natuurlijk wat grotere complexen. En die moeten ook aangepast worden om die warmte te kunnen ontvangen. Dus aan alle kanten zijn investeringen nodig om dit, de transitie mogelijk te maken. Wat de Delft natuurlijk ook interesseert is van, hoe duur wordt het op een gegeven moment dan om je woning te verhitten in de winter? Ja, we verwachten dat we vergelijkbare prijzen met de huidige prijzen kunnen bieden. Maar goed, dat hele systeem, we gaan van het gas af. Daar zal nog heel veel in bewegen de komende tijd. Nu is gas de referentie. De komende tijd zal daar een beweging te zien zijn dat wellicht niet meer het geval is. Ook omdat gas natuurlijk erg duur is geworden het afgelopen jaar. En hoe dat zich ontwikkelt, dat is nog te bezien. Maar het zal minder gezien worden als referentie. Want het is juist waar we van weg willen. Er loopt ook nog een ander project, Warmtelink. Daar komt ook warm water Delft binnen. Wat is de relatie met dit project, als er een is? Dat is niet een directe relatie. Op de lange termijn weet ik dat de gemeente Delft een groter systeem wil bouwen. Met meerdere warmtebronnen. En dan zal wellicht ook een deel van de warmte vanuit de haven van Rotterdam komen via Warmtelink.
Maar dat is pas echt in een tweede fase of derde fase van de ontwikkeling van het warmtenet. Dus dat uiteindelijk zullen wellicht die systemen op elkaar aangesloten worden. Dat je ook een robuuster systeem krijgt met meerdere duurzame bronnen. De pioniers in Nederland met betrekking tot geothermie, dat waren de tuinders. Maar je ziet steeds meer dat ook de steden die zoeken naar duurzame alternatieven voor gas. En aardwarmte is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus we willen dit zeker, en ook daar zit ook die onderzoekscomponent hierin, om dit op grote schaal in Nederland te gaan uitrollen. What we here as TU Delft want to study is how it works in the operation. So what the material is in the subsurface, we know more or less. We just don't know all of the details. And to see how we can make these sorts of geothermal projects more efficient, ensure that they're safe. And so we're installing lots of monitoring equipment. We're taking out lots of samples. And because we can do this as a university, we can try to make geothermal projects in the future more efficient to get energy to ultimately be cheaper and sustainable for everyone. Yeah, the idea of this knowledge is that this is a detailed case study. We don't expect people to do exactly what we're doing here everywhere. So we want to make this knowledge that we generate from all the data relevant for the Netherlands, but also beyond. I'm looking forward to being involved in research, getting things into our lab, examining the very small scale to see the implications on the very large scale. So as a researcher, having things you're researching on, being in society and making a real difference is one of my real motivations. Nou, ik moet zeggen, ik heb heel erg uitgekeken naar dit moment. Het moment dat die boortoren er staat en dat we over enkele dagen echt gaan starten met de boring. Dus dat, u heeft het net gehoord, 16 jaar geleden is het idee ontstaan om dit project te gaan doen. Nou, dat je nu hier staat met elkaar, terwijl we echt flinke tegenslagen hebben gehad, een paar keer opnieuw opgestart zijn. Dat partijen toch de durf hebben gehad om die investering te doen en dit voor elkaar te krijgen. Want dit is de eerste stap, maar er moeten zeker ook nog wat vervolginvesteringen komen om het echt mogelijk te maken. En ook die warmte bij de mensen thuis te krijgen.